Happy Friday, goedemorgen. En op dit moment kijken er allemaal mensen van She's a Freak. Het is helemaal niks te vloggen hier in de sportschool. Echt zo in een hoekje van nou, niet kijken naar mij. Is er een jarig? Hoera, hoera. Dankjewel. Topper, ik zag hem al. Hallo, even van mijn allermooiste kant is dit, hè? Van onderen. Kennen jullie dat? Dat je je telefoon nog op selfie-modus had staan en dat je er zo naar kijkt. Maar goed. Onderkinalarm, ja, je kunt het wel. Ik ga even met heel veel tegenzin boodschappen doen. Want het is echt stervenskoud. Echt stervenskoud. Ik snap dat ik nog naar voren kom, want ik ben gewoon bevroren. Dit is gewoon nog steeds, al nu al 2 jaar, mijn lievelingsjas. Die is van Goldberg en die is zo warm. En dat zie je er dus helemaal niet aan af, omdat die heel slank is. Maar het is gewoon van supergoed materiaal. Lekker, hè? Die ziet er helemaal niet zo warm uit, maar hij is gewoon echt perfecto! Oh, jongens, ik kan zo niet wachten tot ik hier zo'n voorzitje op kan zetten. Zo fijn lijkt me dat, fietsen met Jax. Ik kan niet wachten. Hij moet eerst wel gewoon even wat beter kunnen zitten. Want hij zit nu echt nog niet zo stevig. Wie kom ik nou in één keer tegen hier op de weg? Een zelfstandige dame. Hoe dan? Je was er nog wel even wazig, hè? Ja, blijkbaar. Zei, ja, toen ik zei, zal ik alleen van de opvang gaan. Ze dacht dus dat ze alleen mocht fietsen. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Als het donker is, dan wil ik je halen. Duh. Dus, nou, dat gaan we niet meer doen zo, joh. Het is wel afgesproken met de opvang, hoor, dit, dat ze dat zelf mag. Alleen, we hadden zelf vanaf vorige week even een andere afspraak, omdat het zo donker was. Dus vandaar. Morgen wedstrijd. Super spannend weer. Ja, we zullen het een en ander vloggen en ik zal weer een aparte vlog maken voor op Jolderkanaal. Voor de echte turnliefhebbers. Yes. Hebben jullie niet verkeerd gezien? Nee, dat is het schermpje. Die hangt er weer half af. Oh, ja, camera, die vlogcamera die is echt een beetje op het einde van zijn latijn bij mij. Het schermpje hangt namelijk helemaal op 10:30 en er staat op skop het beeld. En de lens gaat niet meer helemaal goed open. Maar hey, hij doet het nog. Dus we gaan door. Tot het bittere eind. Oké, okay. Lekker boeiend allemaal, Disney. Ik fiets op dit moment een brug op, hè. Niet dat jullie denken, wow, die heeft het zwaar. Maar nee, het is een hele lange, steile brug waar wij altijd overheen moeten. En Jola heeft me ingehaald. Die is sneller vandaag. Zo, yes, dat schroefje zit er weer in. Dit is mijn oude camera. Mijn eerste vlogcamera. Ja, ik kom eraan! En daar zit inmiddels bijna geen schroefje meer in. Alle schroefjes heb ik dus gebruikt voor die. Ik zie dat er nog 1, 2, 3 schroefjes in zitten. En dan heb ik echt geen schroefjes meer. En die schroefjes kan je ook niet even bestellen of zo. Heb ik al eens een keer nagevraagd bij Canon. Maar goed, dat er zeiden, dat is weer gefixt. Ik ga snel de kindjes in bed doen. Tada! Mama gaat weer een invlechts bij mij doen, of je het er wel probeerde. Ik word steeds beter. Zo, het is zaterdag. Jax is ook al wakker, zoals je hoort, op de achtergrond. Ja. Dus ja, ga met die banaan, anders kan ik zelf niks meer eten. Jol is zenuwachtig. Hè? Ja, heel erg. Heel erg dit keer. Oh. Als moeder van een
turnmeisje moet je zoveel dingen goed kunnen. Je moet goed kunnen vlechten. Je moet vroeg kunnen opstaan. Je moet heel vaak in de week heen en weer rijden. Je moet soms naar de dokter. Ja. Fysio, dokter. Ja. Ik denk vierde. Oh, oeps. Kijk eens, het is tweede. Wat? Gefeliciteerd. Jullie zullen wel denken, Jola krijgt ze nou weer een jas. Maar dat, ze mocht dit jaar twee jassen kopen, omdat ze ze in de uitverkoop had gekocht. Alvast voor volgend jaar. Dus ze heeft eigenlijk één jaar geen jas gekocht. En dan dit jaar deze twee in de uitverkoop en dan volgend jaar weer geen jas. Dus misschien is hij nog een beetje groot. Hij zit dat mooi ingepakt, hè? Woehoe! Wow, nou hij is niet echt super te groot, hoor. Wauw. Lekker. Vind je hem leuk? Ja. Ja, en Jola wilde al heel lang zo'n jas, maar ze wilde niet eentje met zo'n riem hier. Ja, meestal heb je zo'n riem hier. Ja. We zijn even op visite bij... Wow, ik zie helemaal niks. Het is een vette zon. We zijn even op visite bij oude buren van ons. Die wonen inmiddels ook op een boerderij. Zoals wij later ook willen wonen. Hé, joh? Ja. Dus gaan we even bij op visite vandaag. Zitten we wel goed? Overbelicht en al. Jawel, hier is het. Dat weet ik zeker. Dat zijn hun honden. Het is hier zo mooi, jongens. Dan hebben we Barry, man des huizes, dat is de boer. Aannemer boer. Aannemer boer. Het is meer een Barry barman. Barry badpak ook, hè? Die wij pas zeggen. Ze waren gewoon maken, Barry badpak. Barry is een barman. Barry is een barman. Een beetje olie, een beetje zout. Pop, pop, pop. Kijk. Je moet er best wel veel zout. Ja, weet ik, schat. Je kan dus bij deze winkel, dat is wel echt geniaal, kun je allerlei varianten kopen. Ah, ja, joh, bizar, hoor. Oh, handig systeem. Die was wel goed. Die was wel goed. Jack's in de meidenkamer. Zo, dit is nog eens een Elsa poppenhuis, Barbiehuis. Zo.
Bart is buiten even een rondje aan het rijden met Barry. Naar een schaapje kijken. Toet toet. Toet toet. Hé. Hey. Je hebt 3 kleuren. Dat is K3. Schaapjes. Waar zijn de paarden? Dat ruikt lekker. Ja, hè? Heerlijk. Weet je hoeveel paarden er nu al staan hier? Nou? 12. 40. 40, wow. Kijk, daar staat hij. Oh, ik ben een beetje laat, sorry. Daar. Ik wil hem heel graag ontmoeten. Ja. Kom maar mee, man. Ik zal achter je aan. Weet je hoe die heet? Appeltje. En mama? Mama, dit is Flamboeka. Mama? Flamboeka? Ja, kom maar. Intro. Intro. Vindt hij het eng of niet? Kijk hem kijken dan. Mama, stel je voor? Ja. Dit is een van hun is mooi. En die is nieuw, denk ik. Hier moet je voelen, Bart. Hier? Super zo. Hé, snoetjes. Als ik dit zou hebben, dan zie je mij niet meer, hoor. Wat is dit? Wil je aaien? Mama, heb ik kijk, kijk. Bart. In een aaien. Leuke plek. Ja. Bart, zit je lekker? Lekker. Zit je lekker? Kijk hem nou. Life's a little better with En nu wil Jola dus ook op paard rijden, want ja, paardjes, nou ja, echt waar, ik had het er kunnen vertellen. Als je die eenmaal ontmoet hebt, dan ben je verliefd. En dat is zij nu dus ook. Maar ze mag vaker terugkomen bij ze, dus dat is heel erg lief. Kan ze wat vaker met paardjes in aanraking komen. Dat is nog eens 2 vliegen in 1 klap. Eerst een turnwedstrijd met een medaille en dan ook nog eens met paardjes knuffelen. Jola die zei net, mam, het is de mooiste dag van mijn leven. Daar is ze altijd heel makkelijk in hoor, dat sentimentele, maar wel heel erg lief. Bart en Jola zijn eventjes Chinees halen. Gaan we lekker Chinees eten. Ik ben even aan het wachten met Jax. Lekker weekendje. Lekker morgen, geen plannen nog. En dat wil ik eigenlijk wel zo houden, want daar ben ik wel een beetje aan toe. Een keertje, een dagje even nul dingen te doen. Vega, hoe heet dat ook weer? Fuyonghai? Fuyonghai Vegetarisch. Fuyonghai Vegetarisch. Met vegetarisch en bami. Ik heb Chinese bami. Goedemorgen, is er eentje lekker aan het staan? Ja. Ja, mini-mama is weer een beetje bang dat dit niet goed gaat. Ja, maar als je niet wil staan, dan gaat zitten. Gewoon gaat zitten. En als je niet wil zitten, dan gaat liggen. Hij vindt het wel heel erg leuk. Vind je jezelf zo stoer als je staat? Ja, ik kan het ook. Oh, kan je het ook meteen aan? Oeh, pas op hoor. Dit is de Sunday outfit. Want we hebben het super koud. Dus Jax heeft een miauwtje, een pyjamaatje. En ik een dikke trui. En nu gaan we lekker onder een kleedje liggen. Zo, Jola er zondagochtend haar. Kijk eens, zo'n bos met... Wow, kijk het verschil. Kijk, Jax. Wow, Superman. Yeah. Ik kom hier redden, mama. Yay. Ik zie je lang, hoor. Oh, ja, je ziet hem echt allemaal. Ja, 2 grote voortanden. Ja, ben je geen meneer 2-tand meer? Ben je meneer 4-tand geworden? Ja. Ja. Het is alweer avond en we hadden gewoon even lekker een chill zondagje. Ik ben even de Chinees van gisteren aan het opwarmen. Dat eten we nog even op. Om ons lekkere chill dagje af te sluiten. Jola heeft vandaag boodschappen gedaan. Heel erg fijn. En ik maak nog even een beetje falafel erbij. Dus dan hebben we nog een beetje meer. Super bedankt voor het kijken naar deze vlog weer. Ik zie jullie hopelijk allemaal aanstaande maandag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En niet vergeten te abonneren als je er nog niet bent. Doei!